Zo, nou, de concerten zitten erop, we hebben onze gewone kleren weer aan en we gaan eens napraten met een paar hoofdpersonen. Het publiek heeft weer gesmuld van je toelichtingen. Had je niet eigenlijk liever cabaretier willen worden? Oh nee. Ik vind eigenlijk van mezelf dat ik dat niet goed doe, maar het publiek vindt het heel mooi, is gebleken uit het onderzoek. En inmiddels ben ik zover dat het wel een spontaan verhaal is. Maar het mag niet te veel worden. Dus ik vraag altijd, is het niet te veel, is het niet te weinig? En wat wil het publiek precies? Het mooie vind ik dat de afstand tussen publiek en orkest verkleint. Bij zo'n eerste uitvoering, de eerste van een serie, de première zeg maar, zijn de muzici soms wel eens nerveus. Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je de nervositeit uit zo'n orkest? Het is best heel heftig, zo'n eerste concert. We repeteren meestal al laatste zondags en dan zie je elkaar 4 dagen niet. En dan heb je maar 45 minuten repetitietijd in een droge zaal. En ja, dat is echt heel lastig. En natuurlijk maakt dat het orkest heel nerveus, maar ik vond vooral deze serie vond ik het super knap van het orkest dat ze die stap gezet hebben, dat ze daar los doorheen zijn gegaan. En soms is die spanning ook goed, zorgt ervoor dat de mensen op het puntje van de stoel zitten. En kun je ook hele mooie dingen realiseren. Tanja, kende jij nou Ivan al? Of was het nou de eerste keer dat je met hem hebt samengewerkt? Het is de eerste keer dat ik met Ivan samenwerk en ik ben zo ontzettend blij mee. Hij is hij rijdt je de muziek aan, is erg communicatief. Ik vind het ook heel leuk om naar hem te kijken, ook wanneer ik niet aan het zingen ben. Dus ik moet zeggen, dat smaakt naar meer. Ja. Je hebt ook heel veel ervaring met allerlei andere orkesten. En wat valt jou nou op aan ons Zeeuws Orkest? Ik was heel, heel blij verrast. Maar het komt door de combinatie van goede muzici en een goede dirigent daarvoor. Dat maakt dat ik dan totaal vrij voel om te musiceren. Zonder te hoeven nadenken van waar ben ik of is het allemaal bij elkaar. Want je kunt zoveel gedachten bij je opkomen tijdens het zingen. Maar dat had ik ook geen één moment hier. Dat vond ik wel erg leuk, ja. En wat was voor jou nou het hoogtepunt van deze concertserie? Gek genoeg, wanneer ik niet aan het zingen ben, de Amor Brugge, daar zit het is een grote ballet, een instrumentaal stuk met zang erin. En als ik niet aan het zingen ben, dan moet ik zitten en dan kijk ik natuurlijk. Dus ik zie al die mensen in de zaal en ik zie hun genieten. Maar om dan niks te hoeven doen en dan zo volledig met al die muzici op toneel, dat zo mee te maken is echt heel bijzonder. Dat is een bijzondere ervaring voor mij, om dan dat dan te kunnen doen. Ja. En is het wat jou betreft voor herhaling vatbaar? Ja, uiteraard. Ik bedoel, ja joh, doe dit repertoire, kom op zeg, het is echt prachtig. Dat doe ik zo. Nou, dankjewel. We hopen je terug te zien. Graag gedaan. We hebben dit keer als solist Tanja Cross gehad. Ja. En ik weet niet of jullie daar iets leuks over willen vertellen. Dat is een geweldig soliste. Echt met een prachtige stem. Hele warme persoonlijkheid. Ja. En wat heel erg opvalt is dat zij in de muziek helemaal zit. Dus de muziek start en zij neemt de houding aan. Ja. En zij is helemaal de persoonlijkheid die zij moet voorstellen. Ja, en dat zien wij dus een beetje van de achterkant. Jammer is dat wij eigenlijk nooit de solisten kunnen zien vanuit de zaal. Hè? Dus wij zien het vanuit de achterkant. Maar ook dan vang je wel eens een glimp op. He, van haar ondeugende blikken die ze toewerpt aan het publiek. Ja. En haar houding inderdaad die ze aanneemt. Nou, en ja, het is gewoon een prachtige vrouw, ook met een geweldige stem. Dus dat inspireert ons ook heel fijn om mee te werken. En jullie hebben allebei solo's gespeeld. Is dat nou spannend, solo spelen? Want je staat helemaal vol in de picture. Eigenlijk heb je er alleen maar heel veel zin in om het te doen. Denk je, yes, ik mag het vanavond weer doen. He, zoals nu, net na het concert, dan is dat gewoon zo'n fijn gevoel. Het publiek is dan zo blij en enthousiast en staande ovatie. En dan denk je, nou, hebben we weer fijn gedaan. Ja, en het is ook zo van dat je door je collega's meegenomen wordt. Ja, precies. Dus in het stuk gaan andere mensen spelen dan prachtig. En jij wil het dan ook zo mooi spelen. Ja, precies. Ja.